Hoe komen kinderen en hun ouders zo goed mogelijk de schoolsluiting door? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Tijdens de eerste lockdown zijn bijna 40.000 kinderen mishandeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Nu de scholen in ieder geval tot 8 februari dichtzitten en ook de druk op ouders nog verder toeneemt, zijn veel jeugdorganisaties bang dat ook bij de huidige lockdown veel kinderen fysiek of emotioneel mishandeld worden. Straks een gesprek over de verlengde schoolsluiting en de gevolgen daarvan met Gerdien Lasche van de Reformatorische Oudervereniging. Maar eerst, na de ziekenhuizen en de verpleeghuizen worden vanaf vandaag ook de eerste cliënten in de gehandicaptenzorg gevaccineerd. Contact nu met Petra Oudelentfrink van de Profila Zorggroep. Goedenavond, mevrouw Oudelentfrink. Goedenavond, hallo. Ja, bent u blij dat u als sector nu aan de beurt bent voor het vaccineren? Zeker. Ja, zeker. Ja, ja, daar zijn we heel blij mee. Heeft u een... Ja, het is wel jammer dat niet de medewerkers ook al gevaccineerd worden, wat in eerste instantie ook het idee was. Ja. Dus dat betreuren we wel, maar we zijn in ieder geval blij dat de cliënten nu aan de beurt zijn. Ja. U werkt met cliënten die zich niet allemaal bewust zijn van zo'n injectie, wat dat betekent. Klopt, ja. Hoe doet u dat? Hoe brengt u dat in praktijk? Hoe brengen we dat in praktijk? Door ze zo goed mogelijk te informeren in begrijpelijke taal. Ja. Dat doen we met korte zinnetjes, eenvoudige zinnetjes, met pictogrammen. Door de begeleiders goed te informeren hoe ze het gesprek kunnen aangaan met cliënten. En ook door verwanten en ouders goed te informeren van wat er gaat spelen en wat er gaat komen. Ik kan me voorstellen dat er ook verwanten en ouders zijn die zeggen, dat gebeurt niet bij mijn zoon, dochter. Komt dat voor? Dat kan, ja. Dat komt zeker voor, tuurlijk. Kijk, als organisatie zijn wij heel blij met het vaccin. Dat mensen gevaccineerd kunnen worden, omdat we natuurlijk heel erg belangrijk vinden dat onze cliënten veilig zijn en dat we straks ook weer terug kunnen gaan naar enigszins normaal leven. Mm-hmm. Aan de andere kant moet het ook zo zien dat het de eigen keuze is van iedereen om gevaccineerd te worden. En dat geldt natuurlijk ook voor cliënten. Ja. En ook voor cliënten die niet wilsbekwaam zijn, maar waarvoor de verwanten of wettelijke vertegenwoordigers kunnen beslissen. Ja. Het is allemaal de eigen keuze. Dus als organisatie juichen wij het toe, maar kunnen wij het niet verplichten. Nee, je kunt het niet verplicht stellen in die zin. U zegt ja, het personeel komt nog niet aan de beurt. Is er ruimte voor dat personeel om misschien eerder aan de beurt te komen? Dat zouden we best willen, maar ik denk dat wij gewoon in het rijtje moeten aansluiten. Mm. Bij de vaccinatiestrategie moeten gaan volgen. Ja, en wat doet u met personeelsleden die zich niet willen laten vaccineren? Ja, ook dat is hun eigen keus. Dus wij kunnen dat niet verplichten. Wat wij doen is ze zo goed mogelijk informeren over alle ins en outs van de vaccinatie. Ja. En ze krijgen bij ons, hebben ze ook de mogelijkheid om met collega's in gesprek te gaan daarover. Hè, mocht je dilemma's daar ervaren. Om met elkaar ook te bespreken. We zijn daar heel open in. Ja. Ja, we juichen het toe. Maar nogmaals, het is ieders eigen keuze. Dus we kunnen het niet verplichten. Nee, nou dat benadrukt uw eigen keus. Ik heb begrepen, vandaag zijn ze begonnen. Maar u bent als Profila Zorggroep nog niet aan de beurt. Wanneer gaat dat gebeuren? Als het goed is, als de vaccinatiestrategie blijft zoals die is. En dat is altijd maar weer de vraag natuurlijk. Ja. Dan mag het vanaf volgende week maandag. Oké, we gaan het zien. En dank voor uw toelichting, Petra Oudelentfrink van de Profila Zorggroep. Ja, de scholen blijven nog dicht tot 8 februari in ieder geval. Dit tot wanhoop van veel ouders die hun thuiswerken moeten combineren met het lesgeven van hun kinderen. In de studio Gerdien Lasche van de Reformatorische Oudervereniging. Goedenavond, mevrouw Lasche. Goedenavond. Wat voor reactie krijgen jullie van ouders op die blijvende schoolsluiting? Ja, met name omdat het blijvend is. Hè? Kijk, toen natuurlijk in december gezegd werd van nou, de scholen moeten weer dicht, was dat precies een week voor de kerstvakantie. Mm-hmm. Nou, die week die werd afgerond met al dan niet een online kerstbijeenkomst of wat dan ook. En daarna was het 2 weken vakantie en dan nog 2 weken zouden dan de ouders thuis les moeten geven. Ja, dus er was uitzicht naar weer beginnen. Er was uitzicht. Ja. Nou ja, oké, die 2 weken, dat moet eigenlijk wel lukken. Scholen hadden het ook goed voorbereid en je had je kerstvakantie om je mentaal even op voor te bereiden als ouders. Dus nou, dat ging dan ook nog wel. Dus de start was misschien voor even na zo'n vakantie altijd even van oké.
Maar ja, nu we dus toch horen van, en zouden van, nou, misschien dat de basisscholen in plaats van 18, in plaats van vandaag, volgende week, de 25e open zou gaan. Nou, dat zou dan goed, dan komt er nog 1 week bij. Ja. Maar ja, nu is het zicht op van wanneer ze open gaan. Ja, 8 februari. Maar dat durft nog niemand te zeggen. Dat durf ik nog niet helemaal te beloven. Ja. Waar lopen dus, ouders tegenaan? Nou, je hebt eigenlijk... Wij zien eigenlijk dat er zijn ook zo'n soort 2 groepen ouders. Je hebt ouders die lopen er tegenaan dat ze zeggen van ja, ik moet voor de kinderen thuis blijven en ze helpen bij het huiswerk en bij het ondersteunen bij alle schoolwerk. Maar ik heb mijn eigen werk ook nog. Mm-hmm. En je hebt ook ouders die misschien al vaak al wel thuis, waarbij moeder vaak al thuis blijft, maar die te maken hebben met of een groot gezin of kinderen die toch wat meer aandacht vragen, die wat drukker zijn, die op een gegeven moment ook op hun broertjes en zusjes zijn uitgekeken. Dus daar lopen ouders wel echt tegenaan. Ja, want zeker in uw achterban, denk ik, grote gezinnen, een paar kinderen op school, misschien nog een paar thuis. Ja. Ja, hoe doe je dat als moeder? Ja, dat is ontzettend druk. Ja. Ik heb echt alle waardering voor alle moeders en vaders die daar dus echt voor inzetten om dat zo goed mogelijk te doen. En gelukkig, het grootste gedeelte gaat het ook, hè, om maar zo te zeggen. Iedereen die snakt toch wel naar van nou mogen ze eindelijk straks weer naar school, toch weer meer structuur, meer ritme enzovoort. Maar je ziet ook wel echt dat het echt voor een aantal ouders gewoon echt een hoofd te boven gaat. Ja, het water aan de lippen staat. Ja. Vindt u dat de overheid deze maatregel te makkelijk neemt? Dat idee hadden we wel toen dus eigenlijk ook wel gezegd werd van ja, dit wordt met name gedaan om dus de bewegingen tegen te gaan. Dus om ouders zoveel mogelijk thuis, echt thuis te laten werken. Want we zagen dus het zien te veel dat mensen toch nog naar kantoor of naar hun werk gingen. Om die ouders thuis te houden. Ja, was de jongen of Rutte die zei het gaat niet om de kinderen, maar om de ouders. Nou, dat vind ik gewoon heel kwalijk. Als dat de reden is, dan wordt er echt niet naar het kind gekeken. Of naar het onderwijs gekeken, sowieso. Dus ja, want leerachterstanden, kinderen die moeite hebben met leren. U zult ook signalen vanuit het onderwijs krijgen van dit moeten we niet lang vol willen houden. Nee, precies. Je probeert ook vanuit het onderwijs wel om zoveel mogelijk in beeld te krijgen van lukt het allemaal? Maar dat het anders gaat en dat het daardoor achterstand oploopt, dat is gewoon heel erg logisch. Ja. Ik hoor ook van moeders terug en die zeggen van ja, mijn zoon die maakt het dan en die zit dan echt onderuitgezakt. Of soms ook nog half liggend in bed. Hè. En dan en dan heel slordig schrijven. En ja, waarom schrijf je dan zo slordig? Ja, de juf ziet het toch niet nu. Mm. Hè, dat ook. Dus alles wordt een beetje dat een nonchalantere down-gevoel komt er ook heel sterk bij. Dat kinderen, ook kinderen en ook jongeren op het voortgezet onderwijs, gewoon een beetje down en depressief worden van het zoveel thuis zitten. Er komt nog iets bij zelfs, want een onderzoek van de Universiteit Leiden, daaruit blijkt dat de kindermishandeling flink toegenomen is. Ja. Die was er tijdens de eerste lockdown, maar is nu veel erger. Ja, het onderzoek gaat ook over die eerste lockdown. Ja. Hè, waar ze het hebben over dat er 3 keer zoveel meer kindermishandeling heeft plaatsgevonden als in een normaal jaar ten opzichte van 2017 bijvoorbeeld. Het gaat zelfs om een getal van 40.000 kinderen, zag ik. Nou, dat is heel ingrijpend. Ja. En ik denk inderdaad ook dat het ook zo is. En dan gaat het dus om fysiek geweld, maar ook emotioneel geweld. Ja. Ook doordat het lontje bij iedereen wat korter wordt, wordt er misschien ook meer gescholden. En ook naar kinderen niet pedagogisch, zeg maar, gehandeld. Dus, ja. Ja, u zei terecht, tijdens de eerste lockdown was dat onderzoek. Ja. Nu zitten we in de tweede lockdown. Verwacht u dat die cijfers nog verder op zullen lopen? Ja, als het toen al zo was, dan en nu toch het uitzicht aan de ene kant voor veel mensen echt is van ja, hoe lang moet dit nog? Mm-hmm. Misschien wel tot aan de zomer, denk ik zeker dat dat nu ook weer het geval zou zijn. Ja. En zijn kwetsbare kinderen dan dubbel het kind van de rekening? Ja, zeker. Als die in gezinnen zitten waar ze ook nog fysiek of mentaal mishandeld worden? Ja, absoluut. Daarom hoop ik ook, daar doen wij dus ook een beroep op als ROV ook, dat scholen daar ook goed oog voor hebben. Mm-hmm. En dat hebben ze ook, maar toch zorg dat je dat als school ook echt in kaart brengt. Ja. Heb alsjeblieft contact met ouders. En probeer dan ook
onder een laag te komen. Hè? Ouders die zeggen misschien in eerste instantie, oh ja, nou ja, het gaat wel. Maar probeer echt even door te vragen. En ja, misschien dat je dan ook nog iets kan bieden als school. Want scholen bieden ook noodopvang voor verschillende ouders die niet meer aan kunnen. Precies, en dat vind ik een hele belangrijke. Kijk, die noodopvang voor ouders in de cruciale beroepen. Ja, aan de ene kant prima, dat moet er natuurlijk zijn. Maar ik zou juist willen focussen op die noodopvang. Of ja, noem het nou maar gewoon opvang eigenlijk. Ja. Voor kwetsbare kinderen en moeders die het toch... dreigen niet meer aan te kunnen. Al zou het alleen maar bijvoorbeeld 1 of 2 dagen zijn. Hè? Iets ontlastend, dat zou heel veel helpen. Ja. De PO-raad maakt zich ook zorgen om leerachterstanden bij kinderen. Vooral kinderen van groep 3, waar ze lezen en rekenen leren. En groep 8'ers. Ja. Waarom die laatste? Nou ja, groep 8, omdat je natuurlijk zit met overgang naar het VO. En hoe gaat dat aansluiten? Ja. Plus dat ze zitten met de CITO-toetsen. Nou ja, die zouden eigenlijk nu binnenkort plaatsvinden. Maar je volgt een kind toch de hele basisschool en weet toch ongeveer wel aan het eind waar ze naartoe kunnen? Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Maar blijkt dat ook toch daar nog vaak wel is. Men wil dan toch vaak wat duidelijker weten, ook op zo'n VO. Van nou, wat kan het kind echt? Ja. En alle omstandigheden worden dan vaak meegerekend. Ook niet altijd terecht. Er is een heel mooi programma Klassen bij Human. En daar wordt zoiets ook echt onder de aandacht gebracht. Ook in het kader van kansenongelijkheid. Ook in het adviseren van kinderen. Maar dat even terzijde. Ja. Maar ik begrijp wel de PO-raad hierin dat ze daar zorgen over hebben. Ja. Van hey, hoe gaat dat straks? Vorige week riepen 50 organisaties op om een alternatief te zoeken voor de schoolsluiting. Zijn die er? Wat zou een alternatief kunnen zijn? Ja, het mooiste zou zijn, maar ik verwacht dat pas de opstap gaat worden zodra het weer iets open gaat. Dat je bijvoorbeeld denkt aan halve klassen. Dus een halve klas op school laten komen voor 2 dagen en de andere helft de andere 2 dagen. En dan zo'n woensdag als extra voorbereiding of wat dan ook, noem maar op. Ja. Maar je kunt ook echt denken aan maatwerk, waar we net al over hadden. Dat je dus echt ouders vraagt van nou, zou uw kind erbij gebaat zijn wanneer bijvoorbeeld 1 dag in de week naar school toe gaat? Ja. Dan dat je daar een planning van maakt, een rooster van maakt. Dus ook kinderen die het ook gewoon heel erg fijn vinden om weer eens eventjes op school te zijn. Het gewoon ook gewoon het sociale aspect absoluut niet vergeet. En ik las ergens het schooljaar opschuiven in zijn geheel. Is dat ook een optie? Ja, die optie, dat weet ik eigenlijk. Is dat te rigoureus? We zitten in Nederland wel aardig vast natuurlijk aan ons jaarklassensysteem en dergelijke. Dus dan krijg je daarna weer allerlei noodoplossingen en dergelijke. Dus ik denk niet dat zo heel erg snel gebeuren. Waar ik zelf ook nog aan zat te denken van, je ziet op het mbo bijvoorbeeld bij de onderwijsassistenten, die moeten ook op een gegeven moment allemaal stage lopen. Ja. Zou het een idee zijn om bijvoorbeeld even met zo'n mbo in gesprek te gaan en zeggen van, nou, hebben jullie niet stagiaires die we in kunnen zetten? Gewoon in de gezinnen. Kijk, je kunt het natuurlijk op school organiseren, maar je kunt het misschien ook in de gezinnen organiseren. Als kinderen niet naar school kunnen, komt de school... Precies. Dan kun je dat als school een aantal gezinnen kiezen. En zeker die grote gezinnen. En dat zo'n onderwijsassistent hen ontlast door daar een dag in plaats van moeder het op zich te nemen. Moet je misschien niet bij een idee laten, maar ergens droppen? Ja, dat zit ik nou... Dit is het idee vandaag nog, maar daar zit ik ook aan te denken. Omdat okay. even... 8 februari is de volgende stip op de horizon. Gaan de scholen dan open? Ik hoop het, maar ja, als we dit weekend geloof ik Diederik Gommers horen dat er waarschijnlijk een derde golf aankomt die in maart een piek zal hebben, dan is 8 februari waarschijnlijk ook niet haalbaar. Dus ja, we hopen het met z'n allen, maar of het zo zou zijn of dan die optie met halve klasse of dergelijke, ik weet het niet. Okay, we gaan het zien. Dank voor dit gesprek. Gerdien Lasche van de Reformatorische Oudervereniging. Want dit was uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen beleven en welzijn, dan zijn we er weer. Fijne avond en graag tot dan. Dag.